Allereerst van harte welkom iedereen. Leuk dat jullie in zo'n grote getale zijn gekomen op deze hete dag. Vandaag gaan we het hebben over Kruidenrijk Grasland. En we hebben een leuk programma samengesteld. Ik ben Richard Korrel en heb je melkveebedrijf in Oudekerk en Amstel. Met een 120 melkkoeien op een 80 hectare grasland, veengrasland. Ik ben het meest geïnteresseerd in kruiden om de reden van wat doet het voor de biodiversiteit en de gezondheid van de koeien. En daarnaast de weidevogels, waar ik het ook wel toe zou willen passen, is toch wel het gebied waar de weidevogels het meeste zijn. Dus eigenlijk het verst van het bedrijf af. Nou, ik ben John Joa en woonachtig in Nieuwveen. Ik heb samen met mijn vrouw een biologisch vleesveebedrijf, het Franse Limousin. Op een 30 hectare zitten we met een 50 stuks vee. En dan proberen we daar een stukje natuur om te zetten naar vlees richting consument. Onze ervaring met Kruidenrijk Grasland die is eigenlijk al een beetje van ouds. Het grasland was al een zeer gevarieerde grasmat, maar we willen toch wat meer kruiden nog erin proberen te krijgen. En voor de vogels en voor de gezondheid van ons vee. Nou, welkom in ons weiland. Zoals jullie zien, we hebben een grote diversiteit aan gewassen erin staan. Niet alleen grassen, maar ook kruiden. Drijfmest, kunstmest, dat verstoort de mineraalbalans van die micro-elementen geweldig. En als je meer mineraal in je product wilt hebben, of in je gras wilt hebben, dan zou je ook daarna kunnen kijken. Als je hier op veen, echt veen zit, dan ben je geen kunstmest nodig. Mijn grootste vraag en daarnaast ook twijfel over de kruiden is hoe toepasbaar is het op de veengrond? Ja, gras heeft een hele dichte zoden op het veen. Hoe krijg je daar kruiden in en kan het überhaupt? Ik denk dat je niet alleen maar op kruiden moet anticiperen, maar ik denk dat we ook moeten kijken naar welke grassoorten blijven met elkaar overleven op die veenweide. En wat bij elkaar past en wat ook geschikt is voor je vee met minimale bemesting en maximale benutting. De volgende stap naar vandaag is eigenlijk toch meedoen aan die pilot om zelf te ervaren hoe de kruiden bij mij in het land gaan doen.